Zo'n beetje de ruimste keuze op het gebied van barbecues vind je op de website barbecueplein.nl. Je vindt er allerlei typen en merken, maar ook accessoires en materialen voor het barbecuen, waaronder de beroemde Primo Grill Jack Daniels. Al met al een site om van te watertanden. Ik geef wel een waarschuwing hoor. Hier ga je echt van watertanden. Oh, je ziet alles wat met barbecuen te maken heeft. Echt alles op één plek. Mooi toch als er een site is waar dat allemaal op te zien is? En dat is hier. Kwaliteit, informatie, de type barbecues en dan zie je hier welke modellen er zijn. En dan ook nog de accessoires op dezelfde site. Benodigdheden, onderdelen, hartstikke overzichtelijk ook. Dus wat je nodig hebt, klik gewoon en dan zie je een hele reeks. Het vlaggenschip van Primo Grill is de keramische oval barbecue. Dit is hem dan. De Ferrari onder de barbecues. De Jack Daniels. Primo Grill Jack Daniels. Helemaal ovaal. Het is een keramische barbecue. Ook wel een Kamado genoemd. Alleen Primo Grill is de enige die helemaal ovaal is. En dat heeft grote voordelen. Ovaal heeft grote voordelen tegenover een andere vorm van barbecue. Een ronde bijvoorbeeld. Omdat die verschillende temperaturen in één barbecue kan hebben. Doordat hij een scheider in de barbecue heeft staan. En daar is Primo Grill vrij uniek in. Je kan heel mooi verschillende temperaturen laten in één barbecue. Je kunt indirect en direct barbecue in één barbecue. Je zou hem kunnen splitten, waardoor je aan één kant houtskool doet en aan de andere kant niet. Je zou aan één kant een gietijzerrooster kunnen leggen. Aan de andere kant zou je gewoon indirect kunnen grillen. En dat betekent, als jij een biefstukje wilt en ik zou een stukje zalm willen, dat we dat alle twee tegelijkertijd in dezelfde barbecue kunnen klaarmaken. Een houtskoolbarbecue heeft het grote voordeel tegenover een gasbarbecue. Het geeft heel veel smaak af. Het duurt iets langer voordat hij op temperatuur is. Maar als dat hij eenmaal op temperatuur is, dan kun je hem heel gemakkelijk op dezelfde temperatuur houden en dat voor 20 uur lang blijft hij op dezelfde temperatuur. En dat is een groot voordeel tegenover een keramische barbecue als een andere barbecue. En het schoonmaken is met een houtskool barbecue ook veel gemakkelijker als bijvoorbeeld met een gasbarbecue. Het is een beleving. Het komt vanuit je oertijd. Toen deden we al barbecuen, toen we het vuur uitgevonden hadden. En dan gaan we toch weer terug naar een stukje beleving van vroeger. Na deze tijd gaan we dan weer terug. En deze heeft levenslange garantie. En zoals het in een echte barbecue winkel gaat, gaan we natuurlijk lekker grillen. We gaan nu op de Primo. Ja, nou de Rolls-Royce onder de keramische barbecues. Goed opletten naar onze temperatuur. Welke temperatuur willen we hebben? Ja, 220 graden. Ik heb een mooie tamme eendenbos en wat verse groentes. Helemaal hot in deze tijd om mooie verse groentes op de barbecue te leggen. Kijk eens hoe rustig ons vuur is. Ja. Rooster mooi schoon. Ik heb hier wat olijfolie, peperzout en tijmrozemarijn op mijn vlees gelegd. Aan de andere kant begin ik aan de verse groentes. Ik heb witlof, tomaatjes. Ja. Daar zou je mee kunnen beginnen. Dat zijn de harde groentes en dan doe ik zo meteen de zachte groentes erbij leggen. Tot alles tegelijk gaat. Mooi dicht, op de temperatuur letten. Beneden met het schuifje kunnen we de temperatuur regelen. Het voordeel van de keramische barbecue is natuurlijk dat de klei mooi warm blijft. Dus hij gaat even open en dicht en is weer gelijk op temperatuur, want de klei blijft warm. Geduld is een schone zaak. Normaal doen we daar een glaasje bier bij als we hier staan. Daar wachten we nou even mee. Onze temperatuurmeter, ja, loopt mooi op. We krijgen rooksignalen, dus we gaan even kijken. Altijd spannend. Rustig openmaken. Mocht er een steekvlam komen, dat die niet in je gezicht komt. Ja. En je ziet, alles ligt er rustig bij. We gaan het alvast een keertje omdraaien.
U ziet, uw hele maaltijd kan erop. Geen probleem. Nou, u ziet, we hebben weer lekker rust in de barbecue. Geen vuur, alleen maar hitte. En we gaan de groentes mooi omdraaien. Houd de groentes lekker knapperig. Ja? Dan weet je ook dat je lekker met verse groentes werkt. En u ziet, de barbecue loopt weer gelijk op zijn juiste temperatuur. Echt het voordeel van de keramische barbecue. Nou kijk eens, hoe heerlijk. Alleen al de reuk. Ja, dit is echt het houtskool waar we nou mee bezig zijn. Ja, het is gewoon een genot om naar te ruiken. Onze groentes zijn er bijna. Ja, je hoort het leven in de barbecue, zeg ik altijd. Het knettert, het rookt, het ruikt. Super! Kijk, het voordeel natuurlijk van de ovale Primo is dat we er een steen in kunnen leggen. Ja? En nu indirect kunnen koken. Dus ons vlees hebben we onder controle. We willen hier nog iets anders bij doen. Bijvoorbeeld een stukje vis. Dus ik ga er nou een mooi stukje zalm op leggen. Belangrijk is ook dat je niet te veel olie gebruikt. Ja? Vet het lichtjes in aan twee kanten. En het kan zo mooi direct op de steen. Kijk, de verrassing is alweer. U ziet onze zalm, de eiwitten komen er net uit. Dus hij is precies gaar. Daar een beetje verse peper op. Een beetje mooi Himalaya zout. Nou, het kind kan de was doen. Maar die steen is ook nieuw. Kijk dus. Super.